het aardig om te zien. Nu komt hij alle dagen en wij nog bovendien. Waf, woef, waf, woef, waf, woef, waf, woef, en wij nog bovendien. Nu komt hij alle dagen en wij nog bovendien. Ja, dankjewel. Leuk, hè? Dat is leuk, ja, zeker niet. Wie loopt er achter het scherm, hè? Dag, pa. Nog steeds vrouw. Nog steeds, ja, zo slaap je zo, maar. Ja, ik heb nog steeds. Ja, maar dan werken we al niet onder. Ik wil steeds niet. Ik heb geen andere keuze. Oh ja, als je niet even goed wil voelen, Annelies. Dat zal allemaal best wel meevallen. Maar ik vond het wel uit dat het blond geworden was. Ja, hè? Ja, dat was niet meer hetzelfde. Ja. Nee. Ja. Ja, maar die foto's krijgen die voor ons allemaal nog, hè? Ga ze eerst maar eens maken. Nee, ik vond het. Hé, John. Corrie, klopt het dat gewoon een rood lampje brandt? Ja, dan is hij aan het filmen. Ja, deze moet ik. Die kan zeker niet zien. Nee, dan niet meer. Als je het dan, als het dan maar dan moet je weer op record staan. Dat neem ik niet op. Ja, is het mooi? Oh, in het staat hij klaar. Staat hij uit. Yes, yes. Maar wel. En ik hoop dat we deze nieuwe mijlpaal weer een volgende mijlpaal samen mogen bereiken. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven in de gloria, in de gloria. Op mijn pensioen. In de gloria. Hippe de piep. Proost. Hippe de piep. Hippe de piep. Ik draai jullie even een foto. Zo erbij? Leuk. En zit dan ook zo'n jong kommetje. Ach, en Esther nog zo klein. Kijk, en daar staan ze alle twee. Het jonge stel. Is hij nou maken? Is hij nou maken? Een kopietje, ja, maar dat wel zo'n duimpje. Dat zijn wij heel blij mee. Is dat op... Alleen een bos met rood haar. Waar was dat maar? Op jullie trouw of zo? Ja, in Leusden. Ja, dat is zo. Hij mag wij wel kijken. Staat er ook op, hè? Waar hij is, staat er ook op. Ja, onherkenbaar. Ik kon het niet herinneren. Zwart? Ja. Ik, weet je, weet je dat dat helemaal weg is bij mij? 26 jaar. Dat is al 25 jaar geleden. Ja, het is echt weg. Ik moet echt even dat boek inkijken om te kijken of ik het me kan herinneren. Vreselijk. 26 jaar. Dat is leuk, hè? 26 jaar. Ik was geen iemand anders. Nee, jij was gelijk al daarboven. Leuk, hè? Hij zei dat je in onze gastpaar hier aan weg. Pak hem mee. Oh, dat ben je. Ja, leuk. Nee, echt. Ik werd gelijk als een fors behandeld. Ja, dat is een speler. Zo'n speler. Laat dit hier, ga jij 20 kamelen. Hij zou ook nog 20 kamelen. Maar hier nog. Nou, wat is het nadeel? Dat over zoveel overleden mensen. Ja. Ja, maar mijn man doet niet aan. Nee, maar u ook niet. Nee, op de nee vrienden niet. Ja, maar wel met schermen. Ach, de raakvrouw is aangewakken. En als je... En Annelies, anders ziet u precies wat we eten. Actiegraag. Actiegraag, laat de tering zo maar staan. Dat wordt vanaf wel opgeruimd. Er was nog een plastic tas, hè? Moet ik die meenemen? Ja. Ik moet wel verzoeken waar ik hem ga laten. Ja, we komen toch terug. Ja, nee, dat komt niet. Hoor je die ook mee, hè? Ja, vind ik leuk, papa. Ja, vind ik leuk. Je wordt geblinderd. Ik vraag het, ja. Kaartjes voor jullie. Boing. Kan wel omhoog zijn. Kijk, ik heb toch veel gehandeld met die pop. Dus je komt zo. Ik heb mijn leesbril niet op. Ja, gaat John. Kijk dan. Kijk. Goedenavond.
als het goed is niet. Nee, maar je mag er wel in snoepen. Jullie betalen toch? Ik hoor weer geen jas nodig. Nee, volgens John is het vlak voor de deur, dus nou ja, oké. Ja, volgens John. Ja, volgens John. Jullie hebben het verder gemaakt voor elkaar. Ja, ja, ja. Zijn ik oude kennis voor jullie? Heel oud. Heel oud. Wij zijn net zo oud als jullie. Nou, wij zijn ouder, hè? Mag ik even? Ja, 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 ja. Ik wil even graag ons nerveuze voorstellen. Dat is Dickie. Hallo Dickie. Hallo Dickie. Zo, even klappen. Nee, dan moet ik het binnenhalen, maar heb je ze ineens zo opschieten. Ja, we moesten toch onze paspoorten meenemen, hoor. Ja, toch? Ja, dat staat 7 kilometer van Tino, hé. Echt waar? Ja, iedereen komt weer. Ja, het is al wel beter weer als toen we drie weggingen. Ja, dat regent. Hij is pas 49. Hij is pas 49. Want dan krijg je op zeker je geld terug. Heeft hij de andere? Nou, ik geef eens een keer van iemand een cadeautje. En die dacht dat ik 40 was. Maar hou maar op, John, hou maar op. Ja, wie was dat nou? Ja, dat dacht ik al. Alle heel mooi ingepakt. Ja. En je bent nou al ineens 40. Nee, hier. Ja, dat hadden we met. Ja, dat is een hele gevallen. Ik denk dat er niet genoeg voor aankomt. Ja, hè. Ja, daar gaan we dan. Dit is al de theedoek van Cor. Zo, weg met dat ding. Nee, die hebben uit de wasman gehad. Nee, maar hier is wordt nu geblinddoekt. Ja, ja, dat gaat ik gek aandoen. Ja, ja. Ja. John, stel. Ja. Leg je even uit waar ik werk. Weet je waar die ezel hoort? Wacht even, wat jij prikt. Wacht even, doe mij de deur open. Daar word ik niet vrolijk van. Ja. Nou, dan gaan we naar rechts naar 16 over, maar. Kijk, het is wel een straatje. Ja, heb je die meegenomen? Hoor, heb jij hem meegenomen voor mij? Dat zou jij meenemen. Heeft hij een beetje spannende slip aan? Ja, heeft ja. Hij. Dan doen we het daarin. Doen we het daarin. En nu? Is het 16 ook rechtsaf, zo. Ja, je hebt straks, meters filmen hoor. Ja, dat via de pot. Ja, dan stappen we hieruit. Oh, er staan nog meer mensen daar. Ja, oké. Okay. We gaan even van de straat af. Wat is het is hier? Allemaal honger. Gaat staan. Ja. Wat is dit van de mol? Met je ogen dicht. Oh. Wat is het van de mol? Dat kan wel tegen. Ja. Om op deze kant te kijken. Nee, John. Joh, wij staan hier. En u bent ook een beetje jarig, u hoort dat. Ja, ja, ja. Joh, verhatingsfeliciteerd. Dames, geef beter een handschoen, mag dat? Na 50 jaar. Waar zitten wij? Zullen we een beetje hier gaan zitten? Ja, dat is een beetje zijn. Wat je wilt? Ja, wat je wilt. Ga je overheen stoppen? Ja, mooi naar achteren. Zet de kaars voor je. Is dit voor RTL of zo? Kom op TV. SBS 6 bij de 8.
Ik kom op tv, je hebt roepen te horen. Wat zegt u? Ja, maar wie? Hier is Els weer. Volgens mij is het meest hartstikke gestrest. En hoor aan, want dan zal tot u spreken gaan, heer Jan de Waard. De band zal dan ook ophouden met spelen en edele lieden. Voor de gasten boven zal ik het alles even in een andere taal vertellen. Chers amis, vous êtes bienvenus dans la taverne. Et maintenant, Jan Jan. En je kunt u wel 10 geboden in deze iets te vettig worden reinigen in de waterbakken met limoentjes die op de uiteinden der tafels staan. Je si ça me, les doigts deviennent trop gras. On peut les nettoyer dans les pots d'eau qui sont sur la table. Mocht u dat niet genoegen voor de luiden, dan kunt u ze ook reinigen in de gemakken, tegenwoordig ook wel de toiletten genaamd. En die zijn gevestigd voor het aanwezige vrouwvolk en manvolk in de hoek van de taverne, daarbij de mantelplaats. Graag voor een troubadour van vanavond. Hij die na een lange en vooral moeizame reis uit het land van de Waal de tocht naar de herberg heeft ondernomen. Voor ceux qui n'ont pas compris, mag ik u dan ook vragen om een roffel op de tafel voor uw gastheer van vanavond. Est-ce que je peux vous demander d'applaudir dans la façon médiévale pour Jan de Waal? Dat zijn zo vreselijk schoon dat was het genootschap der Troubadours al in de 15e eeuw haar benoemd van de straat van het schoon. Omdat haar zoetgevoerde stem nog altijd weer klinkt en weer galmt in de gewelven van de Pelgrimstraat, kan ik u vertellen dat zij daardoor het eeuwig leven heeft genoemd. Ik kwam op een dag door de straten gegaan, om stadsrijker minder en minder bestaan. En een vrouwke dat stond daar te zingen, een vrouwke dat stond daar te zingen. Ja, Je pak je. Ja hoor.
Zelf ziek te worden, heb ik eerst een twee instrumenten ontvreemd en die heb ik bij mij gestoken. Dan kan ik u vertellen, ik was zelf wat minder beeld, want fluit was namelijk altijd wat langer zoeken. Ik kan u vertellen, ja, dat was desalniettemin, als het maar functioneert. Ik kan u vertellen, vanaf het moment dat ik de twee mensen waarmee ik jarenlang van kasteel naar kasteel, van burg tot burg, van stamineer tot herberg ben getrokken, triest kermen van de pijn dood achter heb gelaten aan de kant van de weg, was het grootste probleem eigenlijk dat ik die avond was ingehuurd voor drie stappen. Ja.
Ik doe het alleen maar mechanisch. Hoe verder kan je? Ja? Dat betekent dat ik het meteen op vorm zet en dat ze hem opvullen. Boven een pot met room aan het roeren. En dit is de tot diep in de karren tot nog waren. Veel boter kwam er dan niet. En ik kan u vertellen. Dan moest de boer met een klein miserig hoopje boter optogen naar de wagen. Een schrandere boer zette dan soms de kar halverwege even stil aan de kant van de weg. En raapte van die kant van de weg wat stenen en keien die hij dan wegstak in een kleine beetje boter. Maar als ze daar bij de wagen achter kwam, dan brak daar spreekwoord op de helft. Ik heb dat zo vaak uitgevoerd voor het eerst mogen aan het schouwen. Ik heb ons tijd zat gehad om daar niet te zijn. Ik kan u vertellen, even in de zaken had die boer de boer me zo te pakken. En hij borg me op onder de waag. Ik heb daar gezeten tot dan. Wagens, 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 wegen is aan. Wagens, wagens. Zeg mevrouw, automatisch zijn beland in het oudste spel van de wereld. En dat was geen pimpampette. En mevrouw, ik zet mij voor u op de knie. Oh, wat leuk. John, daar staan. John. Thank you.
Je zegt goed, was. Bij het oudste spel van de wereld moet men beschikken over een lange adem. Maar, wat u nu nog niet weet is, waarom was het nu mijn ondeugendste fluit, ik zal het u vertellen. Toen ik 5 weken nadat het allemaal gebeurd was op het zand, daar terugkeerde, toen zag ik dat het zand langzaam begon te bewegen. En ik was maar net op tijd, alleen daar jongens daarna zaten te attraperen. En die viel mij op, zoals de ouden zongen. Zo dit moment. Wat heb je nou? Ik heb er net gevraagd om Purple in Amsterdam. Ik wil natuurlijk de roffel op de tafel voor uw dienst vanaf deze zijde gezien. Remco, daarna Suzanne, Erik en Waardgezel Werk. Zonder daadwerkelijk aanwezig te zijn. Dat moet hekserijen een unieke herinnering aan een onvergetelijke avond. Zodat u thuis op de bank nog kan nagenieten van de zoetgevoelige stem van de troubadour en zijn kornuit. Kortom, koop de CD. Kijk, is die jarig. Ja, hij wat dacht je? Nee, je hoeft niet te bukken. Oh. Even een tipje van de sluier. Ja, die had ik al genomen. Ja, die heb je al genomen. Ja, hij zit mij op zijn dingen te denken. Ja, dat staat helemaal vast nou natuurlijk, hè? Dat zei ik hoor. Dat staat nu vast natuurlijk, hè? Dat kom je nooit meer vanaf. Lekker. Hey, Am. En Corrie, heel erg bedankt. Dat is het niet dan ook weer. Dat is met u. Waar heb je het over? Nee, weet jij heel simpel niet. Waar zit het niet? Hele simpel. Zij er niet een lijn. Nee, kijk, dit is ja, Sebastian, jij hebt gelijk. Bedankt, 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 bedankt. Ja, dat was het wel. Ik zei het hoor. Ja, Corrie. Je zegt steeds maar Jis, je bedoelt Corrie. Je zegt Jis, je bedoelt mij. Toen Corrie onze maatjes trouwde. Ja, zo was het. Ja, zo was die aardig om te zien. Bijna al die jaren is die niet meer om aan te zien. Bedankt, bedankt, bedankt. Bedankt. Dus aardig om te zien. Maar...